Goedenavond allemaal. Wat ik u nu nog weer wil voorstellen is de silhouetstempels. Deze die heb ik al helemaal uitgeknipt, want dat komt op een blok. Ik zal u dat zo dadelijk laten zien. En wat je niet mocht doen, is het vel, het bovenste velletje eraf trekken. Want nu dacht ik, ja, dat is gelijk als klaarstempels. Maar in dit geval is dat niet zo. Want dat is met inkt erop gebracht van achter. En als u dat eraf trekt, dan gaat allemaal die inkt weg. Dus ik heb dat nog min of meer kunnen redden door dat er dan terug op te plakken en dat dan ja, gelijk een puzzel te snijden. He? Ik heb er alleen een kaart mee gemaakt. Ik zal u zo duidelijk laten zien. En dat is allemaal zo een beetje, ja, silhouet. En dan zo'n beetje met wilde dieren ga ik het nu echt niet noemen, want het zijn wolven. He? Deze ook. U moet natuurlijk goed uw imagination laten werken, hè, want dat zijn geen alledaagse stempels. En ik heb er dan ook een teken op gemaakt, dat ik weet dat de stempel altijd van boven komt. Dat ik daar ook niet verkeerd mee ben. Dat zal nu misschien nu zoveel niet zeggen, maar als ik ze biedt die anderen laat zien, ga die zeggen, ja, die zijn magnifiek. En die zijn magnifiek ook. Alleen het enigste dat u moet doen, dat komt in een blad. En dan moet u die dus in vorm knippen. Ziet u? En als u het karoken ziet, in mijn geval dan, het kruisje, wil dat dus zeggen dat u langs deze kant moet stempelen. En in het begin hebt u ook een beetje problemen, dat u ze eerst allemaal eens moet in een sopje steken, voordat ze echt goed stempelen. Dus u moet dus in een sopje van detergent. Dat staat trouwens op de... Dat is de kaart die ik er al mee gemaakt heb. Ik vind het heel mooi. Dan zal ik u de andere eens laten zien. Die heb ik nog niet in stempels gesneden. En deze is dus over kinderen allemaal. En ene loopt er zo. En dan moet u die dus, ja, met een goede schaar in vorm snijden. Zeker het roze dat u ziet, of het oranje, er niet aftrekken. Want dat, ik zeg het, daaronder zit inkt en dan bent u al uw images kwijt. Ik heb dat hier nu nog allemaal kunnen redden. He, want dat was ook bijna allemaal om zeep. Maar ik heb dat dan toch nog kunnen redden. Dus ja, en dan heb ik er nog twee. Ik vind het magnifieke stempels. En ik heb dan nog een stempeltje cadeau gekregen. We zullen eens eerst vissen of dat hier... Ja. Ziet u, deze heb ik gekregen. Cadeau, een hele mooie. Ja. En u kunt hem autogelijk, zo oud u het beste, denk ik. Ja, want het is een beetje met die silhouetstempels, is het wel een beetje, als u dat nu zo krijgt, en gelijk als deze die ik uitgesneden heb,
dan zou je niet direct zeggen dat is een vrouw op een stoel met een soort panter dat ze in haar handen heeft. Maar als u dat dan op kaart ziet, dat is nu wel een andere stempel. Maar dan ziet u wel duidelijk waar het over gaat. En dan hebben we hier nog twee. Dus hetzelfde systeem. En het staat erop. Hier kunt u het niet zien, maar hier staat het dus op. Please wash wearing slide of stamps before the first you use it with water. And then small amount of detergent. Hè? Dus je moet het dus in een sopje eventjes steken. En u bent best dat u dat dan met heel het vel doet, voordat u ze in stukken snijdt. En dan drukken ze het beste af. Want dat zie je nu helemaal zwart, maar dat hoeft, dat is zo, hè. Want dat zijn dus silhouetten. En dan neem ik er nog een. En wat u dan het beste doet om zo het beste de achtergrond te krijgen. Eventjes laten vallen. Zo. Dat is dus met sticks, hè. Dus de sticks die liggen hier weer. Ik vergeet ze altijd te pakken. Dat zijn dus de sticks en zo heb ik twee pakjes, donkere ondergrond en lichte ondergrond. En u brengt daar dus een beetje van op. Ik heb u dat nogal getoond in mijn filmpjes. Hè? U brengt daar een beetje van op, van al die kleurtjes. En dan pakt u uw vinger met een beetje water en u wrijft dat mooi open. En dan krijgt u dus, ja, zo'n resultaat. En dan de versiering, ja, dat kunt u dan zelf bepalen. Ik heb het nu met washi-tape gedaan. En met een paar glitterstenen. Een cadeauzakje. En dan de spelletjes niet te vergeten. Het is iets apart. En ik heb dat nu op YouTube gezien en ik vond dat... Allee, heel mooi. Ja. Speed vallen die er nog uit. Zo. Deze is dan weer dat ik op oud gedaan heb. Dat heb ik op oud gebrand. Ook heel schoon. Ja, een andere techniek. Een beetje oppassen wat we doen, hè. Dat was nog wat. Zo, dan gaan we die eventjes. Oh ja, ik heb ze al. En wat ik dan ook nog voor u heb, zijn deze mooie snijblokjes. Kijk eens. Ik zal bladeren, want het is altijd 5 keren. Denk ik toch, ja. 5 maal hetzelfde bladje. Maar ze zijn magnifiek schoon. En dat is dus black and white. Kijk eens. En daar kunt u dat dus ook fantastisch tegen maken, hè. Maar ik bedoel dan wel de achtergrond, want u moet altijd stempelen op wit karton. En dan de achtergrond die u daartegen plaatst, kunt u dan deze. Ja, als u vaker kaarten hebt gemaakt, zult u wel weten waar ik
naartoe wil. Ja, dus laten we zien. Ja. Gaan we die andere eens laten zien. Maar deze is ook nog voor te... Ik zal misschien eerst deze, want die komen nu juist in mijn handen. Dat is dus voor de machine te draaien. En dat zijn 20 vellen in 3 verschillende kleuren. Mm. En daar kunt u dus, ja, uw Kuttelburg, Kuttelburg zeg ik. Omdat dat het vroeger Kuttelburg was, maar ja, nu hebben ze ondertussen zoveel snijmachines. Dat voor de embrossingmachines. Voor de embrossingmachines. En dan hebben we deze mooie nog. Fantastisch mooi. Dat zijn 10 velletjes. En dan hebben we deze, de lichte kleuren. En dat zijn 15 velletjes. En dan gaan we verder met ons blokjes. Dat is dus roos en groen, van alles. Kijk eens. Wat prachtige blokjes. En hoeveel kosten ze per stuk? 66 cent. 66 cent. Daar kunnen nu echt niet... 50 blaren voor 66 cent. Nou, dat is alleen maar... Dat is dan travel. Dat gaat over reizen, zo gezegd. En met zo'n beetje ouderwetse stempels. Bijvoorbeeld met deze. Kunt u dat dus prima combineren. Speciaal. Hè? Ja, dat is heel speciaal. Ja. Die zijn daar prima mee te combineren, hè, met die stempels. Ja. Dat is dan de vitage. Ik zal hem van achter naar voren, dan heb ik het beste voor te flippen. Ook allemaal even mooi, alle kleurtjes van de regenboog. En ja, ik ga hier eens eerst even iets afzetten. Want mijn box, mijn muziek staan nog aan en dan samen met de box. Dat gaat niet, want dan, dan pruttelt hem tegen. Dan is dat is echt, ja, die vind ik wondermooi. Dat is ook zo een beetje de stijl. Ja, het thema Love Me. Love Lift. Of Love Lift, ja. Kijk eens, Londen. Nu dan weer Londen, maar in het wit zwart. Ja, nu zal het niet meer afgaan zijn. Kijk eens naar die mooie vlinders. Ze zijn echt prachtig. Sweet Dreams. Kijk eens. Prachtige kaarten mee maken. Is dat niet magnifiek? Als achtergrond en dan daar zo'n stempel tegen. Hier nog zo'n mooie. Ja, ze zijn allemaal even schoon. De linkse. Nee, ik bedoel de kat, hè.
Ja, nu gaat hij altijd blijven. Ja, zet hem maar even uit. Want dat is vervelend dat je altijd zo dat je kraak hoort. Hè. En dat is dan de water beats. Gaat dan over het water. Kijk. Mooie achtergronden. En dat is wel voor kaarten van 15 op 15 allemaal. Kijk eens. Ja. Heel prachtig. Speciaal. Voor 66 cent. Ja, prachtig. Ja. Ja. Dan nemen we Corinne Times. Dat weet ik niet juist wat ze nu bedoelen. Ah, Corny. Dus over gebakjes gaat deze. Ja, want u kunt nog vanavond het thema werken. Als u dan stempeltjes van snoep hebt. En ja, dat heb ik ook. Ja, wat zou ik nu niet hebben? Ik heb ontzettend veel van alles. Deze is Sweet Dreams. Je hebt zo'n heel speciale dingen. Ja, ik vind ze prachtig. Zijn flamingo's. Zijn flamingo's. En daar dan, ja, je kunt dat dus met die stempels allemaal combineren. Ja. He, u neemt dus eerst de maat van het stempeltje. Dan neemt u een witte kaartstokje. U stempelt eerst uw stempel. En dan knipt u uw dubbele kaart van 15 op 15. En u plakt dit op uw witte... Ja. Allee, dat ondertussen een stempel is geworden. Ja. En u plakt dat dan in het midden. Ja. En dan kunt u dat nog verder versieren met van alles en nog wat, met washi tape en dat is precies een dubbele deze. Maar dat is nu geen erg. Ik kan toevallig, ja. Ik heb... ik maak dagelijks kaarten. En dat is Man's World. Dus ja. Echt. Dat is dan weer, als u eens een kaart wilt afgeven. Ja. Aan een man. Zo. En dan hebben we nog Vitage. Ook heel mooi, maar dat is dan weer een andere reeks.
En u kunt dat dan oppimpen met washi-tape en noem maar op. En dan komt deze sneeuw een beetje flits en dan komt dat ook weer tot leven, hè. Je moet je eigen fantasie er een beetje in gebruiken, hè. Nog zo'n prachtige. En u kunt zelfs, ik heb u dat ook al laten zien, drie luiken maken. En vermits er toch altijd 5 printjes zijn, kunt u er gemakkelijk 3 luiken kaarten mee maken. Ik heb er hier nog wel zitten, maar ja, die heb ik nu niet momenteel om te laten zien. Ziet u? Prachtig. En nu ben ik bezig aan deze hout te brennen. En ja, zo gaan we altijd maar verder en verder. Ik hoop dat u genoten heeft van het filmpje. En verder nog een goede dag. Duim op. Dag.